een heel ander onderwerp waar we natuurlijk ook niet omheen kunnen, de Nijmeegse Vierdaagse. 41.006 mensen liepen de 102e editie van het grootste meerdaagse wandelevenement ter wereld uit. En met de deelname van 84 verschillende nationaliteiten vestigde het evenement een nieuw record. Ook liepen er Nederlandse kinderen mee onder begeleiding van Taco Rietveld. Ja, wie het over de Vierdaagse heeft, denkt natuurlijk ook aan de bijbehorende feesten. Dit jaar is door de organisatie extra gecontroleerd op alcoholgebruik onder jongeren, omdat er tijdens de voorgaande edities toch wel erg veel minderjarigen dronken werden aangetroffen. We hebben het er zo over met de directeur van de Vierdaagse feesten, Leo Weterings. De afgelopen editie van de Nijmeegse Vierdaagse was de op één na drukste ooit en werd gelopen door een record aantal nationaliteiten. Er was dit jaar veel te doen over de loting van het grote wandelevenement. Ruim 4100 mensen kregen te horen dat ze niet mee mochten lopen. Er vond dit jaar voor het eerst een dubbele loting plaats. Eén voor gewone deelnemers en een loting voor militairen. Met name uitgeloten militairen waren ontevreden over de, naar hun idee, willekeurige manier van loting. 163 van hun vielen buiten de boot. En dat terwijl het evenement van oudsher een militaire wandeltocht was. Volgens Henny Zakkers, de geboren en getogen Nijmegenaar die dit jaar voor het eerst zijn taak als marsleider uitvoerde, was de uitschrijving van de militairen een direct gevolg van overinschrijving, waarbij er afspraken zijn gemaakt met Defensie. Volgens hem zat het pijnpunt vooral in het feit dat er niet gekeken werd naar hoe vaak een militair al had meegelopen. Bij ons aangeschoven zijn Leo Weterings, directeur van de Vierdaagse Feesten, en Taco Rietveld. Welkom. Leo, zijn er dankzij de verscherpte controles dit jaar, het is misschien een beetje lastig te zeggen omdat het een nieuwe functie is, maar zijn er dit jaar minder jongeren dronken aangetroffen? Dat wil zeggen, er is natuurlijk een controle geweest, maar misschien is het ook goed om te zeggen van dat wij sowieso heel erg tevreden zijn over de Vierdaagse Feesten van afgelopen jaar. Want je noemde net al dat er een record was aan nationaliteiten bij de wandelmarsen. Nou, er was ook een record in het aantal bezoekers van de feesten. En dat is natuurlijk hartstikke prachtig. Je vraagt naar die controle van drank bij jongeren. Er zijn verscherpte controles geweest. Wat we zien is dat jongeren met name drank van thuis meenemen of van elders. Dat weten we niet. De uitbaters in de stad die letten heel goed op de 18-plus grens voor het schenken van alcohol. Maar de jongeren nemen dus veel alcohol mee, misschien wel ook daardoor, doordat er die hoge leeftijdsgrens is of die leeftijdsgrens is. En er zijn daar controles op geweest. En wat vooral belangrijk is dat er een signaalfunctie van uitgaat. Dat je dat gewoon niet graag hebt. En je ziet ook wel een reactie daarop. Ouders lezen dat, horen dat en houden dat ook in de gaten. Dus je ziet daar wel een reactie. Ik zei net in het begin al even, het is een nieuwe functie natuurlijk. Bij de afgelopen Vierdaagse Feesten was je nog geen directeur. Is dat dan wel iets waar ook komend jaar weer volop ingezet gaat worden? Ja, daar gaan we zeker mee verder. Het is wel, het is niet zo dat wij dat een heel restricte controle is. Maar nogmaals, van we willen graag het signaalfunctie afgeven. Dus zien we jongeren met meegebracht drank, dan worden die aangesproken. En eventueel wordt die drank ingenomen of mensen worden teruggestuurd. Maar het is vooral het ontmoedigen. Ja. Oké, dan eigenlijk iets heel anders. Het V-team. Ja, hoeveel kinderen hebben daar aan de alcohol gezeten? Ja. Geen één. Het V-team, allereerst, waar staat die naam ervoor? V-team, ja, kijk, het is het team met de 100 jongste wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse. En we zijn begonnen tijdens de 100ste Vierdaagse. Toen hebben we gezegd, joh, laten we nou eens zorgen dat die kinderen wat meer in de schijnwerpers komen. En dat V-team is ontstaan in samenwerking met het V-fonds. En die kinderen zijn eigenlijk nu een beetje ambassadeurs voor vrede, voor vrijheid en voor vriendschap. Ja, en hoeveel kinderen hebben meegelopen? Nou ja, de 100 dus. We hebben plek voor 100 kinderen in dat V-team. En uiteindelijk hebben zich volgens mij 220 zoiets hebben zich opgegeven. Dus ook wij hebben moeten loten. En daar zijn dus de 100 jongsten zijn daar uitgekomen. En hier zitten er de twee achter me. Sepp, de marsleider, kom er eens even bij.
Hoe hebben jullie een vraag voor Sepp? Want het gaat natuurlijk om de kinderen eigenlijk. Nou ja, hoe was het voor jou afgelopen jaar? Was het leuk? Ja, het was heel gezellig met iedereen. Je vulde je geen gemeentje, je liep altijd wel met iemand. En als er niemand was, dan stonden er altijd wel mensen langs de kant om je aan te moedigen. En was het dan ook een beetje wat je er van tevoren van verwacht had? Ja, eigenlijk wel. Want ik stond vroeger ook altijd al langs de kant en dat vond ik heel leuk. En toen dacht ik bij mezelf, ja, laat ik ook maar een keer meelopen. Hey, en dan het hele alcoholverhaal. Wat vind je daarvan eigenlijk? Nou, ik vind het ja, wel goed, maar dan moet ik zelf ook wel stoppen met drinken eigenlijk. Oeh, het kan ook. Heb je, ja. Het eerste applaus van de avond, onze Marklein, ja. Hey, maar ja, nee, je drinkt te veel, is het een probleem? Ja, nee. Ook niet stiekem zo met de kerstdagen? Nee. Nee? Geen, en bij jou op school, want je zit op zo'n middelbare school nu? Ja, maar daar hebben we het nu niet over. Oh, sorry. Nee, maar ja, daar gaan we het niet over hebben. Sorry. Leeft het daar al een beetje? Praten jullie daarover? Over bier drinken en nee, dat soort dingen? Nee? Nee, ook niet. Oké. Okay. Nou, en jij bent 12 nu, hè? Ja. Oké, dus 12 nog niks aan de hand. Nee, maar we hebben met de feesten hele mooie activiteiten. Ook voor kinderen onder de 18 jaar. En we hebben een prachtig dagprogramma ook. Met heel veel doe-activiteiten. Dat weten heel veel mensen niet, maar die zijn er zeker. Dus ik wil jou ook heel graag uitnodigen om daar zeker naartoe te komen. Nou, het is ook iets waar jullie extra op ingezet hebben in de afgelopen jaren, toch? Om voor kinderen wat meer te kunnen bieden. Ja. Ja, we hebben een kidsloop, dus zeg maar een mini-vierdaagse. Nou, jij bent dat eigenlijk al ontgroeid, als ik het goed begrijp. Maar we hebben dus ook een mini-vierdaagse met echt kleine kinderen die 4 dagen lang door de stad een wandeling maken. We hebben het Uniek Wandelen. Dat is een project met scholieren en mensen met een beperking die maken een wandeling. Dus we sluiten ook prachtig aan op het concept van de marsen. We hebben upseilen vanaf de Stevenstoren. Dat is misschien dan wel heel spannend, misschien voor jou. Klassiek underground in de Kalfkesbos garage. Dus letterlijk en figuurlijk klassiek underground. Want het gaat er soms ook wel heel stevig aan toe met een hardstyle pianist. Nou, mensen reageerden heel enthousiast over. Van alles. Dus, Is dat iets voor jou of denk je, ik loop volgend jaar gewoon nog een keer mee? Ik ga sowieso volgend jaar nog een keer meelopen, maar het zou me wel erg leuk lijken. Ja? Gaan we die date van de, ja, van de toren afspringen, die gaan we maken volgens mij, toch? Ja, denk het wel. Ja. Ja, ik vind het heel spannend. Kijk, dat lijkt me een mooie afspraak voor komend jaar. Bedankt voor jullie komst. Dankjewel.